zouden jullie mij kunnen helpen? Nee! 100! 100 kilo! Ja! Juist! En dan komt de supercranny. Kan ik je even helpen? Het is de 71-jarige Amsterdamse Ina Koolhaas. Ze is zo fit als een hoentje. Komende week doet ze mee met het WK powerliften in Canada. 135. Als je mij 7 jaar geleden gevraagd had dat ik dit zou doen, had ik je vierkant uitgelachen. Ina werkte als docent aan de Hogeschool van Amsterdam, maar ging met pensioen. Toen ze zich aanmeldde bij de sportschool in Oost, ontmoette ze oud-basketbalkampioen Jinga Goschouw. Die gelijk het talent in haar zag. Nog eentje. Wat heeft ze in zich dat ze wereldkampioen kan worden? Discipline, positiviteit, veerkracht, mentaal heel sterk. Mijn vader was een militair, een marinier. En mijn man is een marinier commando. Nou, dan ben je toch besmet. Talent is niet voldoende. Trainen, discipline. Ja, ze is een echte tijger. Ik zie haar aankomen met haar koffertje, dus ik denk, maar lieve mevrouw, doe maar niet. En ze tilt gewoon zo die 100 kilo van de grond af. Dus echt diep respect. Als mensen niet van de bank kunnen komen, dan kunnen ze net zo lang oefenen tot ze het wel kunnen, als dat mogelijk is. Er is veel meer mogelijk ouderen. En jongeren trouwens ook, want die zitten ook maar achter die computers. Dat vele trainen is volgens Ina niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook nog eens voor de chance. Vandaag nog een jonge man. Woensdag is ze aan zet en ondanks dat vele trainen is ze toch niet helemaal zeker van die gouden plak. Ik weet niet wie er komen, of er stelletje Russen komen of weet ik wat. Dat weet ik niet. Maar u komt met die gouden medaille terug, toch, naar Amsterdam? Ik kom in ieder geval met de podiumplek terug. Daar doen we het voor.